dit fantastisch. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben René, dit is Jess Silver en dit is mijn oog. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Oh my god. What happened? Ja, we zijn dus nu voor de tweede dag zijn we thuis, want deze snottebel, die heeft koorts. Oh, heerlijk. Ja. Ja, hij loopt dus al de hele week eigenlijk al heel erg te snotten, hoor. En maar hij had dus gisteren nu ook weer koorts, dus hij mocht niet naar de crèche. En dus hij is wel een beetje zielig, hè. Heel je hoofd en je haar zit onder de snot, schat. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Oh. Ga je trekken aan de camera. Dat is niet de bedoeling. Dank u. Hé, maar. Dankjewel. Ja, en overwege dacht ik van, wat gebeurt er voor raars met mijn oog? Ik voelde me al een beetje moe en zo. Maar dat kwam gewoon omdat mijn oog nog half dicht zat. Ja. Ja, hè. Dat is raar, hè, mama's oog. Dus ja. Ja. Gelukkig kan je nog lachen, hè. Ja. Ja, dus echt geen idee wat ermee aan de hand is. Ik vind wel dat hij vrij rood is. Kijk, dat is normaal. En hier is toch wel erg rood. Nou is het zo dat ik ongeveer, nee, vrijdag... Had ik een beetje haast en ik liep met Jesse Silver en het regende en bla bla bla. En ik trek de deur van de auto open en ik had zoveel haast dat ik mijn hoofd alvast naar voren deed. Dat vond mijn hoofd niet zo leuk. Nee, dat deed zeer. Dat deed zeer, ja. Maar dat zat hier. En dat is dus ook wel een beetje opgezwollen. Maar ja, het is een beetje gek als dat nu zou opspelen. Het is ook een beetje gevoelig als ik hier druk. Nou ja, goed. We lopen erbij als een of andere Quasimodo. Alleen de bochel nog. Kan ons schelen, Jan. YOLO. Ja. Ja. We ownen het gewoon. Hè? Jij je gezicht vol snot. En ik gewoon met zo'n oog. Doen we gewoon. Overigens is er een pakketje weer binnengekomen. Twee eigenlijk zelfs. Die andere die ga ik met Sergio openen. Maar een pakketje van Prenatal. Ja, yeah, van Prenatal. Want het was namelijk tijd voor even iets te vervangen. Ik pak er even een mesje bij. Dat maakt het toch altijd wat makkelijker. Ik denk dat ik je even neerzet, zo, kijken of dat werkt. Ja. Namelijk een nieuwe fles. We wilden even twee nieuwe flessen, want degene die nu heeft... Die schaalt. En daar is dus heel die maatbekers, die maatlijn is daarvan weg. Dus bloedirritant als je natuurlijk wil afmeten. En nu zag ik er een van Nijntje. Eerst zei hij van, zijn we niet van en zo. Maar ik vond hem toch wel heel schattig. Dus ik heb hem toch gekocht, Nijntje. Nieuwe uitvoering. Ik heb alleen wel de verkeerde gekregen, denk ik. Ja, ik heb de blauwe gekregen, maar ik had een oranje gele. Ik had deze besteld. Nou, het begint al lekker. En de andere is van Wozel en Pip. We moeten er toch wat leuks van maken, vind je niet? En daarnaast heb ik ook nog even wat kleding besteld. Volgens mij waren het rompertjes, ik weet het niet eens meer. Ja, rompertje.
Nog een rompertje. En nog een rompertje. Oké? Okay? Ja, want de winter komt eraan. Dus het is tijd dat we wat lange mouwen aan doen. Laat maar jouw tanden zien. Is die andere ook al door? Laat me zien! Laat me zien! Er is namelijk één tandje al door. Yay! Het is trouwens grappig, hè, dat je zo super blij bent gewoon als er een tandje door is. Terwijl je denkt, ik heb nog nooit iemand gezien die zonder tanden is gebleven. Maar goed, maar niet uit. Hè? Het is een melkpaal. Oh my god. Gaat ie? Door blijven ademen alsjeblieft. Ja, nou. Dat soort gehoestes eten, dat soort geslijm. Ja, dat soort geslijm. We gaan jou even eten geven en dan gaan we zo jou even lekker wassen in bad, want dat is wel nodig. Serieus, Thijs. Ah, en zoals ik al zei, hebben we nog een pakketje binnengekregen. Maar die wil ik samen met hem openmaken. Want. Pas op je rug. Zo. Simpel een pakketje binnengekomen. Ja. Als het goed is, hopelijk is het wat het is. Want we denken dat het is, moet ik zeggen. Oh, dat zou ook nog kunnen zijn. Toen ik ze openmaken, dat helemaal niet dat het is. Wat we denken dat het is. Nee. Dus we gaan hem openen. Ja, voor ons project Eenzaamheid gaan we dus een aantal mensen interviewen binnenkort. En ja, dat willen we mooi en professioneel gaan vastleggen. En daarvoor hebben we dus een kleine uitbreiding gekocht voor onze studio. Niet alleen voor dat project natuurlijk, maar ook voor de foto's maken. En we willen het allemaal natuurlijk gewoon even wat professionele aanpakken allemaal. En dit was een goede aanleiding. Zo. Lampjes en kappen. Scherm. Weet ik niet. Oh, dit zijn doeken. We hebben natuurlijk ook weer nieuwe doeken gehad. Ja, ook weer nieuwe doeken gehad. Hebben we ook een zwart doek gehad? Ja. Nice. Een zwarte achtergrond, witte groen. Ja, dat is wel dik, hè? Super top. Top. Zo. En Woespin! Jammer voor je. Ja, vertel van gisteren. Ik viel dan weer tegen, inderdaad. Wat was gisteren? In bed. Wat je vond in bed? Een spin. Ja, maar die was wel echt. Er lag een dode spin in ons bed. Fucking hell. Koornlamp. Wat zijn dit dan? Ja, dat zijn lampen. Ja, maar koornlamp. Licht. Die zijn voor in die kappen als het goed is. Ja, dat is, ik heb nooit gezien zo'n lamp. Vet. Oké. Wat is dit? Ik denk een statief. Van een ik van ga eens de... even kijken. Hé, hey, en hier moet alles in kunnen straks. Hey. Nice, dan kan je het ook meenemen. Ja. Nou, ik denk dat hier alleen het statief in past. Blijf. En blijf. Dit is een kap. Kijk, lampenkappie. Oh, weet je, daar moet dan die lamp in. Blijf. En dan hier moet het statief in, denk ik. Heb je er al een statief uitgehaald? Nee, ik denk dat dit een statief zou zijn. Nee, dit is denk ik. Dit voelt als. Nee. Oh, dit is een lampenkap. Dit is een lampenkap. Je hebt de lampenkap uitgehaald. Die is van een lampenkap. Dit is van een lampenkap. 1, 2, die ziet er nou al beter uit. 3 lampenkappen. 3 lampenkappen en 3 lampen, dus dat klopt wel. Dat klopt. Ik vind dat je goed kan rekenen. En ook van 3 van deze lampen. Lampjes, doosjes. Kijk, statief! Hupsakee! Hatsaplatsie! Eigenlijk moeten we gewoon één. Oh ja, dit is het hele ding. Daar begon het eigenlijk mee. We wilden een statiefrek voor de greenscreen. Ja. En uiteindelijk hebben we een hele fotostudio. Zo gaat dat bij ons. Ja, dit is dus de hele greenscreen statief. Setting. Set. Yeah. Die kan. Oh, en dit, daar hadden we het ook over.
Ja, dat is wel handig. Vast houden. Volgens mij is hij 2,5 meter hoog en 3 breed. Oké. Nou, ik stel voor dat we het een en ander in elkaar gaan zetten en dan komen we bij jullie terug. Nou, ik ben inmiddels even lekker boodschappen gaan doen met mijn vrijwilliger. Nee, jij bent de vrijwilliger. Oh ja, ik ben de vrijwilliger. Ja, hij heeft boodschappen gedaan met mevrouw Touw. Altijd gezellig. En ik ben op tijd binnen, want het regent als een malle. En onze fotostudio's opgezet. En dit is het geworden. Ik vind het best kicken. Hè? Zeker. Lampie 1. Lampie 2. Zonneschijntje 1. Lampie 3. Ja, nu nog even kijken of het leuk komt om toffe foto's te schieten. Dit is het totaalplaatje. Dus ga maar even wat shots proberen, denk ik, hè? Ja, niet van onszelf, vooral niet van mij. Maar hoezo? Van onze baby. Ik kan toch hele mooie foto's maken voor op een doktersite of voor de apothekers. Leeschap, of alles wat wils. Wat was dit erger? Het is niet heel best, inderdaad. Kus het erop. Nou, kom. Dus we gaan maar eens even wat testen, ja. Ja, met wat kunst en vliegwerk. Maar hoe gaat het? Ik ben nog niet enthousiast. Ga je hier vouwen in het zwarte? Ga je hierin vouwen? Oké, okay, Jessie is weg. Jessie is weg. Ja, het is altijd moeilijker dan je denkt, hè? Nou, Jessie is ook wel lekker wakker. Met zijn nieuwe fles. Nieuwe Nijntjesfles. We hebben besteld. Nou, de hele studio is uitgepakt. Oh, nee. Ja, je zou zeggen dat het dag is, maar het zijn allemaal lampjes. Allemaal lampjes. Ja, je zit, s'avonds zijn ze gewoon wel. Nacht. Nacht. Het is geen dag, maar nacht. Het is gewoon nacht. Nee, niet helemaal. Maar s'avonds, nu zijn ze wel een stuk feller, hè? Ja. Ik vind ze nu wel mooi licht geven. Ja, nu is het wel beter, ja. Misschien iets te wit, maar dat moeten we misschien in Photoshop leren te verwerken, zeg maar. Vind je lekker? Nou, ik ben in ieder geval blij met onze studio. Ja. Morgen komt de eerste kandidaat. We gaan morgen alles klaarzetten voor André en die gaan we wat vragen stellen en hopelijk kunnen we van hem wat meer leren over eenzaamheid en wat we er misschien aan kunnen doen. Wat we er misschien tegen kunnen doen. Ja, dat eenzaamheid niet altijd maar is dat je daadwerkelijk alleen bent, hè? Nee, inderdaad, precies dat. Dus ik kom morgen. Ik ben benieuwd. En hopelijk hebben we binnenkort een mooie documentaire ervan. Ja, jullie gaan hem als goed zien in de volgende vlog. En dan gaan we een serie maken van verschillende mensen die zich hebben aangemeld voor deze serie. En gaan we nog even kijken hoe we dat naar voren gaan brengen. Ja, precies. Ja, het is allemaal onderdeel van het grote project om naar Sicilië te fietsen nog steeds. Ik heb geen datum. Ik heb verder nog geen plan. Ik heb wel een soort van een plan. Maar het idee is er en ik heb eigenlijk gewoon support nodig van bedrijven, van mensen die zoiets kunnen organiseren of zo. Om het geheel. Hij is zo verkouden. Om het geheel op poten te zetten en dan zien we vanuit daar wel verder. Ja. Nou, we gaan even lekker rustig aan doen. Precies. Wij gaan nog eventjes lekker op de bank hangen. Ja. We wensen jou een Netflix fijne avond. Netflix en chill. We wensen jou een fijne avond. Nee? Oké. Okay. Nou ja, ik dacht misschien kun je erop reageren. Ik had er dus nog nooit van gehoord. En we zaten gisteren in de auto en toen hoorden we Netflix en chill. Toen vroeg iemand dat op de radio. Heb jij Netflix en chill gedaan of heb je drugs en een pil gedaan? Ja. Ja, dus René die zegt van nou wat, de radiozender, ze geven ook maar keuzes tussen twee slechte. Toen dacht ik, hoezo slechte? Netflix en chill. Het is gewoon
Netflix, een beetje chillen op de bank. Die schijnt er dus van een Engelse spreekwoord af te komen. Dat als ik bijvoorbeeld 4 jaar geleden naar René had geappt van hey, vanavond wat te doen, Netflix en chill, dat het dus gewoon gelijk staat aan een booty call. Nou, die had ik dus echt niet. Nee. Ik dacht gewoon, ja, een beetje Netflix en chillen op de bank gewoon. Beetje relaxen. Ja. Proost. Nou, heb jij nog meer van deze leuke slang zinnetjes van de straat, dan ben ik zeer benieuwd. Want ja, ik ben natuurlijk al lang van de straat af. En van de straat en tijd om naar bed te gaan. Jongens, we sluiten hier af. Slaap lekker. Dankjewel voor deze vlog, wou ik zeggen. Nee, dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Abonneren en het belletje aanzetten. En dan zien we jou bij de volgende vlog. Ja, inderdaad. Arrivederci. Ciao, 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 ciao. When I'm with you.